De winterweken in het Openluchtmuseum komen er weer aan en de mensen zijn heel erg druk met het voorbereiden ervan. Wij hebben hierover een gesprek met PR-medewerkster Caroline Berghoff. Wanneer starten die winterweken, Caroline? Het start zaterdag, de 29e. En wat is er eigenlijk allemaal te doen in het park en wat is open? Nou, we staan hier midden op de ijsbaan, dus je kunt natuurlijk weer schaatsen, je kunt sleetje rijden. Nieuw is een rupsbaan in de Zaanse buurt. En wat heel leuk is, we hebben dit jaar nieuw een winterspel waarbij je de water- en vuurverkoper Lambertus mag helpen. Lambertus die heeft een winkeltje hierachter in de Amsterdamse Westerstraat in het Steegje. Daar verkoopt hij gloeiende kooltjes en warm water. En als jij als bezoeker bij hem langskomt, dan mag jij in het park zijn producten gaan verkopen. Dat doen we digitaal met een kaartje en dat wordt gescand. Maar dat is heel spannend om te doen, dus voor het hele gezin. Circus tentoonstelling, hooggeëerd publiek. Dat is heel bijzonder. Dat is een tentoonstelling die gemaakt is door de circusgemeenschap zelf. Samen met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Die gaan eigenlijk de wereld achter de schermen van het circus laten zien. Dus je komt beneden in de ruimte, in de tentoonstellingsruimte. Die is eigenlijk een beetje omgevormd tot een circus. Tent met zeildoek, rood, geel. De attributen die zijn uitgestald op van die mooie, ja, hoe zeg je dat? Die dingen waar de olifanten op stonden in het circus. Er zijn kostuums van clowns, maar er zit ook bijvoorbeeld een make-up doos van de clown. En je ziet hoe de kinderen van het circus naar school gaan. En hoe ze leven en hoe het werk was, of het reizen ze beviel. En eigenlijk die wereld achter de schermen. Dus als je daar geweest bent, dan kijk je altijd met andere ogen naar het circus. En de Zaanse buurt, natuurlijk een van de populaire stukjes van het museum. Wat is daar te doen? Ja, op de Zaanse buurt is een ambachtelijke wintermarkt. Daar staat een rupsbaan uit 1932 voor de kinderen. Daar zijn wat kermisattracties. De kop van Jut staat daar onder andere. Die is genoemd naar een meneer Jut die in 1872 een mevrouw, een weduwe van der Kouwe heeft vermoord. En daar was men ontzettend boos over in het land. Daar stond in de krant en iedereen die wilde die kerel wel de kop inslaan. Nou, dat kon op de kop van Jut. En die heet nog steeds zo. De Grientwerkershut. In de Grientwerkers die werkten in de uiterwaarden, in de grienden. En die sneden daar wilgetenen. Heel zwaar werk in de winter. En die waren dan vaak een week of langer van huis en verbleven in een Grientwerkershut. Dan aten ze aardappelen met kaantjes en die zitten wij daar te bakken. En daar kunnen kinderen aan meedoen. En ondertussen horen ze dan ook het verhaal over die Grientwerkers. Maar tot wanneer zijn de winterweken? Dat is tot 11 januari 2015, dus 6 weken lang, 29 november tot en met 11 januari.